Ligt de spanning bij de werknemers van dit Marco Polo Hotel in Peking. Er komt immers een belangrijk persoon de bijeenkomst van het Nationaal Paralympisch Comité bijwonen. Terwijl de rode loper wordt uitgerold, vertel ik u ondertussen een stukje geschiedenis. In 1948 organiseerde Sir Ludwig Goodman, een neuroloog uit Engeland, de International Wheelchair Games, de voorloper van de Paralympische Spelen. Goodman hoopte op deze manier de kwaliteit van het leven van de gewonden uit de Tweede Wereldoorlog te verbeteren. Hij gebruikte sport hiervoor als middel. In de naam van het evenement speelt het Grieks een grote rol. Het Griekse voorzetsel para betekent dichtbij. Aangezien de filosofie achter Paralympische Spelen mede het zoveel mogelijk naleven van de regels van de Olympische Spelen is, is gekozen voor de naam Paralympisch. Prinses Margriet bezoekt deze 13e editie van de Paralympische Zomerspelen in haar hoedanigheid van lid van het erebestuur van het IPC. Een van de eerste Nederlanders die in actie mag komen op de eerste speeldag is de 27-jarige tafeltennisser Nico Blok. Twee keer eerder nam hij deel aan de Paralympics. Vandaag start hij zijn eerste ronde tegen de Deen Jensen. Een gelijkopgaande partij die na een zinderende vierde set in de vijfde set wordt gewonnen door Blok. Een prima resultaat voor de tafeltennisser uit Utrecht.